De Stichting Burgemeesters Fietsdag hield op vrijdag 12 september in Asten de Burgemeesters Fietsdag. De deelnemers werden ontvangen in het Klok en Peel Museum in Asten. Onderdeel van deze dag was het kampioenschap Snelste Burgemeester en Snelste Gemeentesecretaris van Nederland. Grote favoriet was burgemeester Hubert Vos van Asten. Hubert Vos, burgemeester Hubert Vos, voor eigen publiek? Ja, voor eigen publiek is altijd wat extra spanning. Ik heb goed getraind, maar er zitten hele sterke burgemeesters bij die erg goed rijden. Ook een beetje jonger zijn, maar ik ga er alles aan doen. Jullie kennen elkaar zo door en door, je weet waar de sterke coureurs zijn. Ja, ik moet natuurlijk toch creatief zijn om op het podium te zijn. Ja, dan moet ik heel goed kijken qua tactiek. Want als het op een sprint op aankomt, dan zijn er bij die zijn sneller. Dus, maar het is sowieso al een geslaagde dag, want het is mooi weer. We hebben al een paar leuke dingen in Asten gedaan. We hebben vanavond nog altijd het goede doel erbij. Dat is ook heel belangrijk. Mantelzorg voor Asten zomeren. Dus eigenlijk is het op dit moment een beetje genieten. Ik geef even een tip. Je moet gewoon wieltje plakken en op laatste ronde vandoor gaan. Of niet? Ja, ja, maar als ze van tevoren al zo hard hebben gereden, dan moet je het ook kunnen. Maar net wat ik zeg, ik ga mijn best doen en we zullen het zien. Jan Hendricks, hoe lang ben je al weg uit de zomer? Hierop ben ik weg sinds 1990. In december 1990 ben ik bij Anassa begonnen. En in juli 1991 ben ik verhuisd, dus ik ben al ruim 14 jaar weg. 24. Hoe oud je nou bent? 70. Dat is scherp uit. Ja, dat is inderdaad zo, maar ik ben inderdaad echt 70. Ik sport nog veel, ik fiets nog veel. Ik doe nog wat fietsen, golven en hou ik een beetje fit mee. Hoe is jouw ooit tijd vergaan? Want daar weet er wel iets van, maar ik heb het lang volgehouden in de Barremaster. Ik heb het heel lang volgehouden, 22 jaar. Het is me bijzonder goed bevallen. We blijven daar ook wonen. Onze kinderen wonen daar, tenminste twee van de vier. En het bevalt nog steeds erg goed, dus we blijven daar heel lekker rustig wonen. Burgemeester op één plaats, dat betekent dat ze jou graag hadden daar. Dat zijn we elke keer hebben doen, dus laten we zeggen, hebben die weggestuurd. Dat is tegenwoordig ook alweer een pluspunt, dat is dat niet gebeurd. Hè. Niet in de fut, maar gewoon in pensioen. Nou, ik ben 3 jaar doorgegaan na mijn 65, ik ben met 68 gestopt. Ik ben nu 70, dus ik ben nu 2 jaar thuis. Valt prima, uitstekend. Ik heb nou tijd om te fietsen, om andere dingen te doen, planken en zo enzovoort. Ik kom nog regelmatig al hier op, ik kaart ook iedere week al hier op, ik wil het verlies ook. Dus morgenavond zijn we weer hier, maar dat, om de zoveel tijd komen zijn er bij een afspraak. Nee, ik kom nog regelmatig al hier op. Je hebt dus gehad van burgemeesters, oud-burgemeesters, wat zijn jouw kansen? Ja, nul. Nee, ik kan ze een paar rondjes bijhouden en dan moet ik mijn eigen tempo gaan rijden. En dan rijden we een paar, maar rijden we achter de rest aan en dan worden we nog wel een keer gedubbeld. Maar nee, die rijden 35 gedubbeld, dat haal ik niet. Maar het is leuk om mee te doen. Fred Doerman zegt van, ik mag met een grap mee rijden, maar dat is geen grapje meer. Nee, dit is geen grapje meer, nee, ik kan wel zeggen. Nee, dit is serieus onderuit gaan. Ja, in de bocht, secretaris Vromme, die ging voor zijn kunnen te hard door de bocht. Die ging onderuit. En ja, ik kon geen kant op. Ik zat erachter en er was er overheen en over de kop. Ja, dat is nog wel wat, hè? Ja, die is lichamelijk stevig, maar goed, dat geneest allemaal wel. Maar fietsen ook nog, dus dat is altijd ergste. Ik ben weer snel thuis. Wat lief? Je bent weer snel thuis. Heel snel, had ik ook niet verwacht. Maar ik zat achter een valpartij en we zitten 40 te rijden. En dan vallen er voor mij 3 op het asfalt en ik zit erachter. Dus wat doe ik? Ik stuur hem het meisje in. Ja, iets anders had ik niet. Nou, het was de groep betrokken.
Nou, u ziet hoe dat de valpartij eruit ziet. Gaat niet hoeven te gebeuren? Ah, daar ga ik nou geen uitspraak over doen. Je hebt het al gezien, hè? Dus niet wat er gebeurt. Ik snap de wielersport, maar daar ga ik geen uitspraak over doen. Nee. Heel ongelukkig. Nou ja, jammer. Ik had me goed voorbereid. Ik had hoge verwachtingen. En als je dan na 5 kilometer een valpartij meemaakt en je zit erachter, dan ben je teleurgesteld. Van. Koning van Heer Spanje heb ik altijd geëerd. Kom maar met die applaus. Dat is juist het volkslied voor Joost van Oostrum van de burgemeester van Berkeland. Waar ligt hij ergens? Berkeland, dat ligt in de Achterhoek, Borkelo, Ruurlo, Eibergen tegen de Duitse grens aan. U hoort regelmatig het volkslied, ja. Ook regelmatig voor uzelf. Ja, het is de zesde titel, de vierde op rij. Dus inderdaad, al een paar keer eerder gebeurd. Maar des te leuker iedere keer hoor. Heeft u een verleden als wielrenner of zo? Nee, helemaal niet. Ik ben op mijn 31ste voor de hobby gaan wielrennen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds voor de hobby. Dus in wedstrijden ook? Licentie. Nee, geen wedstrijden. Nee, ik rijd een beetje toertochten en dat vind ik leuk. En ja, wedstrijden ben ik wel een beetje fanatiek. Maar ik rijd maar 1 wedstrijd per jaar en dat is dit kampioenschap. En dat is eigenlijk wel leuk genoeg. Ja, je heeft toch een roeping gemist, want u reed vrij makkelijk. Ja, het lijkt zo, denk ik. Het is iedereen echt wel afzien. We hebben gemiddelde van 37 km per uur gereden. We hebben nog even wat rustig aangereden in verband met de valpartij. En het maximum lag op 48, dus echt rustig ging het niet. Het lijkt me niet zo oud, dus je kunt nog een paar keer kampioen worden, of niet? Ja, ik ben 44. Ik ben een half jaar ouder dan de nummer 2. Dus we kunnen met z'n tweeën nog wel een hele tijd mee, ja. Mooi om te doen. Ja, absoluut. Leuke manier om sport en ons vak te combineren.